ook al niet echt heel soepel vandaag bij de persconferentie. Ben Pezes, met jou beginnen. Hoe is dat om hier te zijn? Voelt dit een beetje als het rol van de leeuw voor jou? Dit? Ja. Nee, of zo. Dat is toch altijd wel een beetje een spanningsveld tussen jou en de media? Nou, ik vind het een beetje een rare vraag. Waarom? Volgens mij sta ik jullie altijd gewoon normaal te woord. Kom ik 2-3 keer al in de wedstrijd naar de studiosessies, naar de wedstrijd. Ontspannen zelfs, dus ik begrijp je vraag niet. Ja, en dit is wel weer heel goed, vind ik. Ja. Dus even kijken, werd er nog iets inhoudelijks besproken of past dit dan weer voor vandaag? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vond wel dat er wat inhoudelijks werd gezegd vandaag door Memphis Depay. Het ging namelijk over de hiërarchie binnen dit Nederlands elftal. Hij maakte de vergelijking met 2014, toen hij zijn eerste eindtoernooi speelde, toen was hij 20 jaar. En toen zat hij natuurlijk in een ploeg met mannen als Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder. En die vertelden gewoon waar het op stond. Zij waren de leiders in de ploeg en de rest volgt. En hij zegt wel dat dat nu inmiddels echt wel veranderd is. Maar als je hem vraagt of de huidige situatie nou beter is dan vroeger, dat vond hij moeilijk om te beantwoorden. Toen ik erbij was op 20-jarige leeftijd, ja. Dan heb je gewoon bepaalde spelers die boven de groep staan. En de rest volgt of houdt ze bek dicht. En nu heb je spelers, heel veel spelers met karakter, veel spelers met ervaring. Verschillende meningen, maar die delen we wel. En ik denk dat dat dit proces mooi maakt. Als ik terug ga kijken en mezelf vraag wat beter is. Ja, dan dat is een moeilijke vraag voor mezelf. Misschien meer duidelijkheid vroeger. Maar wat er nu is, hoort bij dit team. Wat een gebrabbel. Ja, ben je met zo'n indruk? Vermoeiend dit. Wat is dit? Ja, dat is gewoon vermoeiend. Ja, hij vindt duidelijk, hij wil gewoon leiders, maar die zijn er niet in het team. En hij is het zelf ook niet. Ja, dan krijg je dit soort... Voetbalteams die zijn sinds jaar en dag worden die geleid door hiërarchische figuren. Ja. En je komt als jongste bediende binnen. En als je een beetje kunt voetballen, dan ben je 5 jaar, 10 jaar later bij de baas van het elftal, bij de baas in de kleedkamer. Ja. Zit je in de spelersraad, ben je aanvoerder. Maar nu lult iedereen maar wat mee. Ook de snotneuzen die nul ervaring hebben, blijkt dus. Maar hij zal toch wel iets van een tip hebben uit voor die jongens, Noah? Of helemaal niks? Iets toch wel. Nou kijk, Memphis is ook van de inspirerende quotes. Hè? Dat post hij ook vaak op Instagram, daar houdt hij van. Maar hij had er vandaag één, daar kan Mark Rutte zelfs nog wat van leren. A journey is never perfect. Tjoe!